daar zijn we weer. Ja. Er gebeurt van alles als je praat over Facebook Live. Waarom trekken sommige mensen direct de aandacht als ze binnenkomen en vallen andere mensen juist helemaal niet op? Schrik niet. Dat heeft te maken met de status van je gedrag. Status als in staat van zijn. De plek die je dus bij voorbaat inneemt op de apenrots of op de sociale ladder. De status van je gedrag is je houding. In de eerste plaats je lichaamstaal. Kom je bedeesd binnen, of verlegen, schichtig of juist opgeblazen, vol zelfvertrouwen met een bepaalde brutaliteit? Status heeft dus niets te maken met je opleidingsniveau en ook niet met je inkomen. Status is de positie die iemand wordt toegekend. Maar status is maakbaar. Het zijn niet de anderen die jouw status bepalen. Status dwing je af. Status ben je zelf. Iemand die een lage status ambieert, neemt een wat onderdanige positie in. Je stem is ingehouden. Oogcontact wordt vermeden. De armen blijven in de buurt van het lichaam. En die persoon verschuilt zich soms achter een laptop of een tafel. Sta je nou voor een rechter of een onderzoekscommissie, dan lijkt mij ingetogenheid een prima houding. Jezelf daar opblazen werkt, denk ik averechts. Iemand die zichzelf liever een hoger of een hogere status geeft, spreekt met een krachtige stem, zoekt veel oogcontact, heeft een open en stabiele lichaamshouding. En denk maar aan de Italianen, armgebaren houden erbij. Ik raad jou aan om de meest gesublimeerde versie van jezelf te zijn. Jijzelf 2.0. En waarom zeg ik dat? Ik zeg dat omdat bijna iedereen geneigd is om het effect op de omgeving te onderschatten. En jij onderschat jezelf waarschijnlijk ook. Ik moedig je niet aan om een rol te spelen. Wees je bewust dat je effect hebt op je omgeving. En die omgeving kan een vergaderkamer zijn of een podium of een boardroom. Een hoge status geeft jou meer overtuigingskracht. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Wie status heeft, laat het zien. Met een versie 2.0 zet je jezelf positiever en krachtiger neer. En bij alles zeg ik, no bullshit.